Het ministerie van Openbare Werken is een samenwerking aangegaan met Smart Suriname NV. Hiervoor hebben de partijen een public-private partnership met elkaar ondertekend. Eros Moongra, directeur van Smart Suriname NV, zegt dat deze samenwerking de wijze waarop kennisontwikkeling in Suriname benaderd wordt, zal revolutioneren. Deze collaboratie biedt volgens hem zeer waardevolle voordelen die als bouwstenen zullen dienen voor de ontwikkeling van Suriname. Het ministerie van Openbare Werken heeft de wens geuit om de vakkennis van haar personeel bij te houden en te verbeteren, zodat ze adequaat kunnen inspelen op de snel veranderende, uitdagende Surinaamse marktontwikkelingen en daarmee dus de efficiëntie en de veiligheid van werken kunnen vergroten. Smart Suriname beschikt over bewezen kennis en expertise die zullen bijdragen aan de transformatie van het ministerie naar efficiëntere, meer klantgerichte en competente medewerkers. Deze public-private partnership biedt verschillende diensten aan die door Smart Suriname zullen worden ontwikkeld om het ministerie te ondersteunen in haar missie en visie. De bewindsman zegt dat de overeenkomst met Smart Suriname NV een groot project is waarbij duurzaam geïnvesteerd zal worden in het personeel van openbare werken.